Goeiedag kijkers en welkom bij uw favoriete televisieprogramma. Het programma waarin wij praten met Surinamers om zo te weten wat hun bezighoudt en waar ze naartoe willen in de toekomst. Het programma Praten Met. Vandaag praten wij met Omaira Bijlout. Goeiedag Omaira en welkom in ons programma. Dankjewel. Wie is Omaira Bijlout? Een sterke Surinaamse vrouw. Mijn moeder is Mildred ter Beek, mijn vader Ronald Bijlhout. En mijn vader die komt uit Para, mijn moeder uit Mungo. Mungo en Para bij elkaar en zo is Omaira Bijlhout geboren. Oké, je vader, wat voor soort man was dat? Best wel een strenge vader. Hij werkte bij de Suralco toen. En wij waren echt altijd van, hey, papa komt eraan, rennen de kamer in. En mama zei van, papa komt straks eraan, dus gaat straks aflopen en zijn voor jullie. Dus hij was streng, lief, maar best wel streng. En wanneer we de poort echt hoorden opengaan van papa is er, en dan was het vluchten in de kamer, want hij komt eraan. En mama? Die was weer een beetje anders, die was eigenlijk een beetje beschermend. Mm. Meer beschermend, omdat zij dus in feite de kinderen daartegen wilde beschermen. Dus ze gaf wel aan van, ik ga papa voor jullie zeggen, maar dan toch nog proberen ze ons te koesteren. Eigenlijk is het iets dat niet vaak voorkomt. Ja, meestal is het de moeder die de vrouw is, om het zo te noemen. Dat klopt. Oké, maar in jouw geval was het toch papa die waarvoor we bang waren. In welke buurt ben je opgegroeid? Het was eerst in, het was eerst Paardenplein. Toen waren we nog klein. Waar is Paardenplein? Zo, in de buurt van een gemeenelandsweg zijn, denk ik. Mm-hmm. Ja, daar in de buurt. We zijn toen verhuisd naar de Van het Ziegastraat. Mm-hmm. Ze hebben ook niet lang gebleven hoor. En uiteindelijk verhuisden we naar Noord, Geersleid. En daar heb je dus je jeugd ook doorgebracht? Ja, helemaal. Welke basisschool heb je toen doorlopen? Ook begonnen op de Sint-Agnes-school. Die was aan de Keizerstraat. Ja, die staat nog aan de Keizerstraat. Ja. Dus een Agnes-school. Is volgens mij die school met die een heel mooi uniform toen. Juist, het was toen licht. Hele mooie combinatie. Heel mooi, van het zo'n fris uniform. En eigenlijk waren we verdrietig te horen dat ze een groen uniform zouden introduceren. Ja. Weet je nog? Dus daar zaten we eerst op school. Daarna gingen wij naar de Petrus Donderschool. In Antwerpen zijn twee keer verhuisd. De Petrus Donderschool. De school is aan de Wilhelminastraat. Welke hoogte? Ja, dus bestaat dat nog? Die bestaat er ook nog, ja. Schuins tegenover Yokohama Training, kent u die? Maar die heeft nog een andere naam, die school? Je hebt er zijn twee. Je hebt dus de Peters Donderschool op die hoek. Ja? Je hebt daarnaast de Regionaal Sloten School. Oké. En de Peters Donders is op de hoek? Is op die hoek, juist. Okay. Ja. Mm-hmm. En daarna gingen wij naar OS Geerskleed. Dat was op loopafstand voor ons, dus we hebben dan gelopen naar school. En dat is echt de basisschool. Dat is midden in Geijsvrij, dacht ik, OS Geijsvrij. Dat klopt. Okay. En dan konden we echt naartoe lopen. Mm-hmm. Ja, dat waren de twee laatste jaren, vijfde, zesde leerjaar. Oké, dus je bent begonnen op de Sint-Agnes-school. En van welke klas tot welke klas? Ik kan me dat misschien niet echt meer herinneren. Het moet de vierde klas zijn van de Sint-Agnes-school. Mm-hmm. Toen maakten we die overstap naar de Peter Donderschool, een jaartje maar zijn we dan daar gebleven. En toen naar Milkheersvlijf. Oké, maar daar hebben we een stap gemist. Want welke school was het van voor de vierde klas? Dus de Sint-Agnes-school. Dus zijn we daar van 1 tot en met 4 gebleven. Okay. Juist. En dan overgang naar van 4 naar 5 zijn we naar de Peter Donderschool gegaan. Mm-hmm. En overgang van 5 naar 6 was het de OS Geijsvrij. Oké, een leuk moment uit zeg maar de tijd van de Peters Donderschool. Zo'n leuk moment, eigenlijk een stom moment moet ik dat noemen. Ik kan me nog herinneren dat wij thuis waren, zus en ik. En mama moest toen eruit, mijn broer was er ook, ik heb ook een broer. Mm-hmm. En mama zei toen van, vandaag gaat niemand fietsen hoor, jullie blijven vandaag allemaal thuis. Mm-hmm. En ik dacht, oké, goed. Papa kwam dan van het werk, dus hij heeft die afspraak in feite niet eens echt gehoord. Mm-hmm. Wat mama met ons heeft gemaakt. En hij gaat eten, werken in de tuin. Mm-hmm. En ik zeg van zusje, kom we gaan fietsen. Dus we pakken de fiets uit het berg op, ik rijd, ik zet erop de bagage. En we race door de straat. Mm-hmm. Ik heb heel hard gereden. En op een gegeven moment begon ik mijn evenwicht te verliezen. En we zijn echt toen getuimeld van zo heb je me niet. Schrammetjes van zo heb je me niet. Ik loop nu met een kapotte tand voorin. Ik moest de valse tand zetten, dat was ook kapot. Ik heb een scheur. En ik had het geweten. Mm. En toen mijn moeder thuis was het echt het hek van de dam. Okay. Ik heb niet gewaarschuwd, niemand op straat. Heb je de streamen nog? Ja, ik heb alles voor overgehouden. Daarom valse tand nu ook. Ja, dus ik heb het echt geweten.
Oké. Okay. Ja, waren je vaders, of tenminste je ouders, getrouwd? Nee. Ze zijn niet getrouwd. Nee, op een gegeven moment moest hij dan naar Nederland eigenlijk voor een betere toekomst in Suriname. Mm. Maar op een gegeven moment lukte dat niet echt. En we moesten toen wachten op MVV, je kent dat soort zaakjes, weet u. En toen liepen zaken heel anders, waardoor wij dus zo zijn gebleven. Dus in principe is papa op een bepaald moment vertrokken naar Nederland voor een betere toekomst. En jullie zijn alleen achtergebleven met mama. Mama achtergebleven, ja. Oké, leven de twee mensen nog? Natuurlijk wel, ja. Er is wel heel goed contact. Ja, dagelijks contact. En je vader is nog steeds in Nederland? Hij is nog steeds in Nederland, ja. Oké. Op een bepaald moment heb je dus de basisschool doorlopen. Ik neem aan in 6 jaar. Klopt, ja. Ja, toch? Met hoge vreubel, lage vreubel. Ja, precies, erbij, ja. Dan wordt het een 8 jaar. Oké. En wat heb je dan daarna gedaan? Toen ging ik naar de MULO school. Welke was dat? Naartoe gelopen. Ik zeg steeds wel, maar ik ben praten over mijn zusje, mijn broer en mij. Gelopen naar school en na MULO Geerslijt deed ik toen HAVO 2. Oké, je praat, of tenminste, je wilt te snel gaan. Ja. MULO Geerslijt. Ja. Wie was daar het hoofd? Zo, als ik me niet vergis, moest het meneer Jagroep zijn. Mm-hmm. Ja, meneer Jagroep moest dat zijn geweest, ja. En toen hadden we al blauw jeans aan? Ja, hadden we al blauw jeans aan, ja. Wanneer zijn ze daarmee begonnen? Zo, welke periode moet dat zijn? Blauw jeans. Ik kan me even niet echt meer herinneren. Hoor. Ergens 91 volgens mij. Moet het zijn, hè? Ja. Volgens mij 91 zijn ze ermee begonnen. Maar inderdaad, de jeans, blauw jeans. Ja, en een blauwe bovenkant, hemd, een blouse en een jeansbroek. Oké, en die school heb je dan ook in 4 jaar doorlopen? Ja, klopt. En welke richting? De A-richting. A-richting. Oké. Je gaf daarnet aan je ouders, tenminste je bent niet door beide ouders opgevoed. Ja, ja. Hoe stond het of hoe staat het, hoe is het gegaan met de religie? Toen wij nog jong waren, eigenlijk zijn we opgegroeid als RK, Rooms-Katholieke kinderen. We was achter de gemeente, de kerk, elke zondag, heel trouw. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ik denk dat er meer is bij de Heer. Dus ja, en de Heer deed uiteindelijk ook iets toe in mijn broers leven, waarbij we toen benaderd. Hij maakte toen die overstap van RK naar het volle evangelie en hebben wij dus allemaal ook meegevolgd. Dus en welke kerk werd dat uiteindelijk? Tabernakel of Feet. En 16 jaar geleden. En daar zit je nog steeds? Daar zitten we nog steeds. Oké. Maar jullie zijn begonnen als RK. Heb je daar dan ook je eerste heilige communie bij gedoopt? Ja, heilige gedoopt, heilige communie, vormsel heb ik ook gedaan. Weet je, en daarna, ik denk dat het 16 jaar terug moet ik even terugrekenen met mijn school ik zat. Toen maakten we die overstap. En zeg maar, je komt uit een RK-opvoeding naar het volle evangelie. Hoe ging dat? Hoe was dat, die ervaring? Dat was ook zo spannend. Ik had echt een keeper mezelf. Wat deed ik op een gegeven moment? De RK-kerk, dat was voor mij normaal. Ik zit, ik kom eruit en ik ben gewoon hetzelfde. Klopt. Maar toen ik de volle evangelie moest, toen ik een keuze moest maken, dacht ik van, hé, ik ga ervoor zorgen dat ik niet luister, dat ik niet meezing. Ik deed het echt hoor. Ik luisterde niet, ik deed alles aan om niet te luisteren. Maar waarom deed je dat? Ik protesteerde eigenlijk gewoon. Je wou dus niet de overstap maken. Maar waarom? In mijn belevingswereld dacht ik van, voor de evangelie, je moet altijd lange kleding aan hebben. Je mag niet meer luisteren naar andere muziek, je mag met niemand meer bemoeien. Zo dacht ik erover, snap je? Dus ik hield echt voor het beste van, ik luister niet. Maar midden in de dienst, elke zondag, maar midden in de dienst, moest ik echt in tranen uitbarsten. Want de Heer raakte me zodanig aan dat ik niet kon blijven staan op mijn voeten. Totdat ik na 2 maanden, over niet aan de Heer. Je hebt het niet lang volgehouden. Ik heb het niet lang volgehouden. Oké, we hebben dus de MULO-school gehad. Hoeveel broers en zussen heb je? 1 broer en 1 zusje. Okay, dus dat was een klein gezinnetje en mama kon dat natuurlijk maar gedaan. Ja, helemaal. Was er eentje waarvan je zegt van ja, die was de stoutste? Ook niet, dus dat is echt een zegen van de Heer. Nee, we hebben er echt dat soort problemen nooit gegeven. Weet je, we zijn echt altijd heel gehoorzaam geweest. Oké, na je MULO-school, wat heb je dan gedaan? Toen ging ik naar het HAVO, HAVO 2. En, en die staat volgens mij ook op Geerslijt. Ook op Geerslijt, ja. Ook op loopafstand en de Manjaanstraat. Volgens mij heeft je moeder ervoor gezorgd dat jullie gewoon in de buurt bleven. Kunt u begrijpen? Nou, want jullie gewoon. Precies, geen schoolvervoer, geen bus, snapt u? Je is gewoon slim. Ze is slim, we waren heel dichtbij. Als er wat was, kon ze springen, weet u? Dus dat is echt wel voor gezorgd. Betekent dus dat als je dus ondeugend was geweest op school, het hoofd van de school of de juffrouw zo voor de deur stond? Ja, ze konden meteen bereiken. Hoe stond het toen de tijd met de sociale controle?
Het was misschien een beetje anders vroeger, omdat wij vroeger een ander, ik zeg, ik ben niet zo oud vroeger zeg ik, maar we hadden een andere mentaliteit. Mm. Weet u, als je hoort van de school gaat uit om 1 uur, je gaat netjes bij de poort staan wachten op mama. Ja, je durft niet. Oh, want ze haalden jullie ook op? Ja, sommige momenten wel. Liefst ons tegemoet en kwam ons samen thuis. Snapt u? Ja, maar ook rieden. Nee. Dus we hadden geen probleem op dat gebied hoor. Dat de vrouw steeds moest bellen naar huis, dat hadden we niet. We waren best wel gehoorzaam. Ja. Oké, en je bent op een gegeven moment, dus heb je Milo gedaan? Milo ja, A? Milo A. Milo A, oké, dat is economie en dus, al die bedrijfsrekenen, boekhouden. Oké, en dat heb je ook in 4 jaar gedaan? Ja, inderdaad, ja. En je was dus een pintere leerling? Oh, ik deed me best wel, ja. Mm. Ik deed me best wel en ik zeg van, ik wilde nou ja, iets bereiken. Weet u, ik had bepaalde doelen voor ogen en ik zei van, ik wil dat wel bereiken. Toch? Het is op een gegeven moment wel gelukt, ja. Oké. Ja, en toen ging je naar? Toen ging ik naar het IOL. Mm-hmm. Ik wilde in principe naar de universiteit gaan, maar ik weigerde om eigenlijk alle vakken weer te volgen. Volgens mij heb jij hier en daar in het leven veel geweigerd. Ja. Dat klopt. Dat klopt, ja. Ik wilde geen adreskunde, geschiedenis en noem maar op volgen. Ik wilde dat gewoon niet. En toen adviseerde iemand mij van, dan doe je het IOL. Mm-hmm. Maar ik zei van, ik wil ook niet voor de klas staan. Ja, ja. Maar de persoon zei van, oké, doe dat, want dan kan je tenminste iets van doen van je horen. Dat was economie. Okay. Dus ik zei van, oké, goed, dan zullen we dat doen. En ik heb me zodoende ingeschreven en gaandeweg de jaren begon ik stage te lopen. Toen werken met kinderen, babbelen staan voor de klas, totdat ik mevrouw Emmy Hart ontmoette. Of tenminste, ze was op de Marie Lefevre school toen de tijd. Dan heb ik op haar school stage gelopen. Okay. En op een gegeven moment, eigenlijk na mijn hele stageperiode, is ze me toen laten roepen, zeg kom, ik wil even met je babbelen. Mm-hmm. En die opmerking dat ze toen maakte, zei van, mijn pa, mag je morgen af voor de klas staan. Je hebt het uitstekend gedaan. Dus dat was haar boodschap toen, hè. En toen ik dat hoorde, zei van, oké, nee dan. Dan moet ik ervoor gaan. Mm-hmm. Dat is gaan gebeuren. Oké, dus, en je hebt dus IOL gedaan. Mevrouw Emmy Hart heeft ervoor gezorgd dat je in principe ook dan direct voor de klas bent gebracht. Heb je er advies op gevolgd? Ja, absoluut. Okay. Ja, dus in principe na stage ben je direct gaan werken? Nee, dat bedoel ik. Dus ik heb de advies wel geaccepteerd, maar ik moest daar nog wel afronden. Mm-hmm. Ja, omdat ze zeggen, als het daarmee dan ga je morgen beginnen. Nee, dat absoluut niet. Dat werkt niet. Dat werkt helemaal niet, maar ik heb het wel geaccepteerd, dat feedback. En ik ben daarmee aan de slag gegaan. Oké, maar dus je hebt dus dan de school gedaan, je hebt stage gedaan. Wanneer doe je stage op het IOL? Welk leerjaar? Het eerste leerjaar heb je dan de oriëntatiestage. En afronding heb je dan weer die afrondingsfase. Dan moet je echt gaan met je plan en het echt uitwerken. Dat je een begeleider hebt, die gaat het corrigeren. Dan moet je echt volgens je plan, weet u, voor de klas staan. Had je goede cijfers? Ik had goede cijfers. Dus van, ja, dat Emmy Hart het gewoon van, ja, je kan direct beginnen. Precies, ja. Oké. Je hebt dus stage gedaan, laatste fase stage, ja. IOL. Ben je daarna nog ergens gegaan als het gaat om de school? Of? MOA, dat was mijn MOA. En ik heb daarna gelegen mijn MOB. Dat is ook IOL? Dat is ook op het IOL. Okay. Dus gewoon hoe lang heb je daarop gezeten dan? MOB was 3,5 jaar. Nee, dus totaal IOL. 7 jaar. Wie was toen de directeur? Meneer Marshall moet het zijn geweest? Ja, meneer Marshall was er toen. Ik op het IOL zat. Ja, kent u niet, voor mij niet bekend. Nee, voor mij niet bekend. Oké. Ja, nee. Okay. En toen werd je dus leerkracht? Ja, dat klopt. En welk jaar was dat? Dat moet 12 jaar terug. Dat was 12 jaar. 2008 ben ik begonnen om als parttimer te werken, ook op het HVO2. En toen had ik enkele uurtjes en dat vond ik geweldig om die ervaring te doen. Hoe oud was je toen? 12 jaar terug was ik. Ik studeerde 37, 36. Best wel. Ja, 27? Ja, toch? Oké, dus best wel vroeg. Een hele jonge juffrouw. Vroeg, omdat ik na mijn afronding gelijk heb gesolliciteerd. Oké, maar HAVO uit mijn tijd was het echt met die leerlingen van 19, soms 21. Ja. En jij komt als 27-jarige juffrouw voor de klas staan. Kort. Dat klopt. Hoe ging dat? Spannend. Het was heel spannend hoor. Ik ga je zeggen, dat is echt spannend. En geestelijk. Ja, echt. Snap je wat ik bedoel? Dat was spannend. Ik had op een gegeven moment 2 leerlingen in een klas. Mijn eerste jaar. Ik was parttime. Ik had toen maar denk ik 8 of 9 lesuurtjes. En ik had echt een klas. Met zeker 2 leerlingen hebben elke les. Ja, juffrouw, dit hebben we niet zo geleerd. Het waren 2 zitters. Juffrouw, dit kunnen we anders. Juffrouw, ik heb mijn schrift van vorig jaar en ik heb... Dus dat waren de opmerkingen. Ik dacht, zo, dit moet ik gaan aanpakken, want het hangt me een beetje de keel uit. Ik zeg toen op een gegeven moment van,
weet je wat, ik ga dit aanpakken. En ik ga toen naar de klas bij de volgende les. Ik zeg, vanaf vandaag luister je wat je vrouw Bijlenhout je vertelt. Als je het niet begrijpt, kom je vragen stellen. Als je het op een andere manier wil uitwerken, dat mag ook. Maar hou rekening mee dat als ik hem niet kan volgen op de repetitie, ik het niet ga onderzoeken. En dus toen waren ze in die moment stil. En dus toen waren ze echt door van, hey, we moeten toch wel, weet je. Het is nieuw, maar we moeten toch wel rekening houden. Ja, vanaf dat moment kwamen ze naar me toe met vragen. Je vrouw kan het ook zo. En toen kwam die feedback los. Okay. Dus, en toen werd het prettig werken. Okay. We gaan de school even loslaten, ja. Want er is iets dat me triggert. Ja. Je had een hele strenge moeder. Ja, ja. Tenminste, niet streng beschermend. Die soms ook nog het waagde om je op school op te halen. Ja, ja, ja. Hoe was het om je eerste vriendje te hebben? Oh, mijn gunst, dat is ook een verhaal. Dat is ook een spannend verhaal op zich, hoor. Kijk, soms willen we bepaalde keuzes maken en dan ja, de ouders zien meestal vooraf van nee, dat is niet goed, dat kan niet, dat gaat niet werken. Ja, ja, ik kan me nog herinneren, ik heb een van die keer nog bijna een stoel op mijn rug gehad. Zo spannend was dat werk, ik heb het onthouden ook wel. Ik had die dag nog tentamen op het IOL en ik kijk weer op het IOL. Zit zo, ik zat al op het IOL en ik kreeg bijna een stoel op mijn rug en ik zeg dan maar zo. Ik wilde toen geen tentamen meer gaan maken, ik was zo teleurgesteld, maar op een gegeven moment zei ik mezelf van nee, ik moet het doen. Toch? Uiteindelijk gaat het om mezelf. En na het resultaat waren ik en een ander student de twee enigen met een voldoende. Weet u, dus. Maar het was een toffe tijd. Het was heel tof, je hebt heel veel strubbelingen gehad. Dus het eerste vriendje is niet geaccepteerd door mama? Nee, het is helemaal niet door mama. Maar had ze gelijk achteraf? Ze had gelijk. Ze had helemaal gelijk. Als ik nu terugkijk, had ze gelijk. En wanneer accepteerde ze iemand wel? De persoon moet in principe mensen eigenlijk de eerste gezicht, de eerste kennismaking, daar moet het al gaan klikken. Weet u, daar moet ze al merken van het voelt goed aan. Toch? En als je dat niet hebt bij de kennismaking, dan denk ik dat het langzaam als je een beetje verkeerd kan lopen. Want ik zeg altijd van de ouders moeten daarmee vrede hebben. En als je dat niet hebt, dan heb je toch wel ergens een probleempje. Weet u, dus op die manier. Maar dus op een bepaald moment heeft ze dus wel iemand geaccepteerd. Ja, is het je huidige man? Dat is mijn huidige man, ja. Oké, okay. En hoe ging dat? Tenminste, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Laten we daar beginnen. Dat is een spannende verhaal. Dat was ook op de werkvloer, ik zal de plaat de naam maar niet noemen. Mm-hmm. Op de werkvloer hebben we elkaar ook ontmoet en samengewerkt, maar het ging op een gegeven moment niet meer. Omdat ik zeg van het is ongezond als vriendin op één plekje werkzaam zijn. Dus ik zei toen van ik moet de plaats verlaten. Alhoewel men mij een vaste dienst wilde hebben toen. Maar ik zeg van ik was bezig op het IOL. Dus ik studeerde om docent te worden. Ik zeg van dus het gaat hier ook niet lukken. Waardoor ik toen besloten had de plaats te verlaten. En hij dus daar te blijven werken. En op een gegeven moment moet je met mama praten. En zei van oké, er is iemand. Toch, we willen verliefd zijn, het is iemand die wil praten en dat gebeurde ook. En toen woonde je nog thuis? Ja, okay. Dat klopt. Mm-hmm. En toen gebeurde dat ook, gesprekken zijn geweest. Mijn vader was toen niet in Nederland, dus dat moest overzees gebeuren. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk geweest, totdat wij na 5 jaar in het huwelijksbootje stapten. Oké. Wanneer kwam het eerste kindje? In 2011. Oké, dat is nog best recent. Ja, recent. De tweede was in 2013 en de laatste 2015. Oké, wat voor werk doet je man? Hij zit in de horecasector. Oké. Bekend? De vorige was bekend, hij is nu op andere bedrijven. Die is een beetje maar hij is dan eigenaar of werkt hij gewoon? Nee, nu is hij nog werkzaam voor iemand, maar hij heeft wel een leidinggevende functie. Oké. We gaan terug naar de school. Ja. Een hele jonge juffrouw voor de klas, 2 hinderlijke leerlingen die ze op een hele professionele hele manier heeft aangepakt. Ja. Hoe ging dat verder? Welke klas kwam je terecht, je eerste jaar? Het eerste jaar was de 4e klas. De eerste klas van de AVO, toch? Ja, maar die ervaring moet je ook wel opdoen, weet je, om te kunnen werken met de leerlingen. Mm-hmm. Dus dat was echt de 4e klas. En dan direct ook het vak economie? Ja, direct het vak economie, rekenen, boekhouden. Okay. En het tweede jaar, toen kreeg ik een examenklas erbij. En dan deed ik toen rekenboekhouden en ik deed economie 1, dat is een beetje algemeen. Mm-hmm. En dus toen kan ik best wel een beetje mijn mannetje staan. Mm-hmm. En je zit nu 12 jaar? Ja. In het onderwijs. Heb je HAVO 2 nog een keer verlaten of zeg je, of is het dat je gewoon bent gebleven? Ik ben daar gebleven.
Ja. Oké, hoe is je loopbaan dan gegaan? Want ik neem aan, je bent begonnen in de vierde. Yes. Maar het is niet zo dat je nu nog steeds in de vierde zit. Nee, is het jaar daarop ligt toen de vijfde klas erbij. Mm-hmm. Zeg, en met economie erbij. En ik heb 2 jaar daarna ben ik dan als decaan aangesteld op de school. Mm-hmm. Ik kon met een paar jaren decaan gebleven ook. Ik kon babbelen met studenten, ik vond het prettig. En dus ik heb alleen niet verteld hoeveel jaren dat waren, maar daarna solliciteerde ik voor de functie als onderdirecteur. En je woont en werkt nog steeds op Gijsvlei. Ja, wat trekt zo aan Gijsvlei dat Omaira in Gijsvlei blijft hangen? Nu nog, maar ik ga het binnenkort moeten verlaten omdat ik naar een ander deel ga verhuizen. En de district gaan moeten verhuizen. Dus heeft dat te maken met je werk? Nee, gewoon vanwege zelfstandigheid. Zelfstandig gaan wonen. Oké. Dus ik snap het. Maar als je dus Gijsvlei zou vergelijken met toen. Gijsvlei van nu en Gijsvlei van toen. Ja. Wat is het verschil? Van toen, ik merk misschien dat de kindertjes merk ik. Hè. Vroeger had je veel kinderen over straat die eigenlijk niet naar school gingen. Maar nu merk ik dat het best wel gebeurt hoor. Dat de kinderen best wel naar school gaan. Wat ik ook eerder merkte is dat kinderen, we praten over de jongens, de hangjongeren over straat, die waren er best wel veel. En dat lijkt nu een beetje toegenomen te zijn. Dus dat van de kinderen op zich, kindertjes bleven thuis, gingen niet echt naar school, dat gebeurt nu wel. Ja. Maar dat van de hangjongeren vind ik is een beetje gaan doen. Dus eigenlijk de kinderen die toen gewoon niet naar school gingen, op straat liepen, zijn nu hangjongeren geworden. Klopt, bijna lijkt het daarop hoor, bijna willen daarop gaan leken. Maar dat is een beetje toegenomen, vind ik jammer. Weet u, winkels hangen een enorme drukte elke dag. Heb je los van leerkracht zijn in de buurt ook nog een andere functie? Nee, tot nu toe niet. Nee. Heb je in je jongere jaren wat gedaan met sporten? Niet, ook niet echt hoor. Mm. Ook niet echt, nee. Ik ga soms wel een beetje trainen, maar dat is echt alles. Dat is de manier dus hoe jij jezelf fit houdt? Precies, ja. Okay. In de gemeente ben ik wel worshipper geweest, maar toen kwamen de kindertjes en dan zat in het koor. En ik dacht toen in verwachting, kindertjes komen erbij, het wordt een beetje zwaar. Maar toen ik dus even ben gaan verminderen en ik ben daarna gestart in een gebedsgroep. Wat voor soort moeder is Omaira? Ik zou niet zeggen lief. De kinderen moeten eigenlijk zeggen als ze lief is, maar ik heb een luisterend oor. Hè. Ik heb echt een luisterend oor, maar de kinderen heb en ik met kinderen werk. Snap je? Dus ik vergelijk alles met elkaar, maar ik ben heel openhartig. Ik hou van luisteren, goed observeren. En aanpakken waar ik moet aanpakken, dat ben ik wel. Is het misschien zo dat je hetgeen jij hebt meegemaakt als jongeling in dus thuis, dat je dat gekopieerd hebt? Ja, klopt. Je bent dus ook een beschermende moeder. Snap je wat ik bedoel? En is papa in dit geval ook weer de boeman? Hij is toch wel strenger dan mij. Uh-huh. Hij is toch wel eigenlijk bijna hetzelfde weer. Want mijn vader was ook wel strenger dan mama. Dus in feite komt bijna op hetzelfde neer. Ja, komt bijna op hetzelfde neer. Ja, dat is echt gelijk. Ja. Oké, okay. Je zit dus nu nog steeds, sta je voor de klas. Ja. Is het de bedoeling dat je dat blijft doen? Of zeg je van nee, ik ambieer toch iets anders? Iets verder. Ja, ik wil toch wel iets verder gaan doen. Mm-hmm. Ik wil toch verder studeren ook wel hoor. Ik wil toch wel voor mijn masters gaan. Even kijken hoe de heer dat leidt. En kijk, ik wil toch wel altijd iets hoger. Mm-hmm. Weet u, het is niet de bedoeling dat we daar blijven. Ik ben trouwens ook nog jong dat ik voor de klas blijf staan. Dat ik zo verder iets te doen. Mm-hmm. Dus ik heb wel plannen om veel verder te gaan hoor, dan het HAVO. Oké. Okay. Op een bepaald moment kom je in aanraking met de politiek. Ja. Hoe is dat gegaan? Dat was ook een moment waarbij ik eigenlijk moest nadenken. Ik werd een paar weken voordat ik het besluit nam, werd ik benaderd. Elke keer weer berichten, belletjes, sluit je aan, heb je nodig, capaciteiten. Maar ik luisterde nooit om, want ik dacht van niet geïnteresseerd. Dus ik bleef het maar zo. Tot op een gegeven moment er eigenlijk een bepaalde kies zich voordeed. Waarbij ik gaan nadenken, zeg van als ik dit niet zo laat, dan is Suriname straks op zijn kop. Het overkomt mij nu. En ik wil dat absoluut niet hebben. Ik kijk toen naar mijn kinderen. Ik zeg van deze kinderen hebben hier geen toekomst als het zo blijft gaan. En toen zei ik van ik moet wel opstaan. En op diezelfde dag belde de persoon me weer van Mahira, heb je al nagedacht wat je gaat doen? Dus, en toen zei ik van goed, ik kom. Wanneer is er de eerstvolgende vergadering? Was het de volgende dag? Ik zei van goed, ik ben er. Ik kom vergaderen. En precies hetgene dus gebeurde, werd die middag, dezelfde middag, bevestigd door een ander lid, ook aan de partij. Met het telefoontje, 2 mensen wisten niets van elkaar en het was echt een bevestiging van mij dat ik moest opstaan. En om welke partij praten we? Of over welke partij praten we? Het gaat om Alternatief 20. Alternatief 20. Wat
aan de partij trekt Omaira of heeft Omaira doen besluiten om zich aan te sluiten? Het fundament van de partij. Mm. Oprechtheid, eerlijkheid, trouw. Weet je, strijden tegen onrecht is mijn passie. Strijden op mijn knieën is, ik ben voorbeelder, is mijn passie. Maar strijden tegen onrecht is echt wat mij heeft aangetrokken en aangesproken. Ik zeg van, het is de partij waar ik moet zijn, waar ik zeker een bijdrage moet leveren. Oké, en je bent lid geworden, ben je normaal lid of zit je ook nog in het bestuur? Nee, ik ben gewoon lid van de partij. Oké, en dat heeft dus gemaakt, tenminste, wat heeft gemaakt dat men je ook nog, want je bent gekandideerd? Ja, dat klopt. Wat heeft gemaakt dat men dat besluit heeft genomen? Ik heb de voorstel heeft mij gesproken, ik zeg van, op basis van het veld, ik in het veld werk. Je werkt met de kinderen. Je bent met de economie bezig dagelijks, weet u, en het zijn dingen die ze dus nodig hebben. Mensen in het veld zitten en die kennis hebben daarover. Dat was dus zijn besluit. Gaf hij toen aan. Op welke plek sta je? Op nummer 15. Nummer 15 in Paramaribo. Paramaribo. Oké. Het is nu nog Paramaribo. Je hebt daar net aangegeven dat je gaat verhuizen, maar voor nu sta je dus op Paramaribo. Omaira op lijst 15, of nee, op plaats 15 van A20. De economie in Suriname. Het is jouw specialiteit. Als we iets zouden pakken uit de economie, noem maar het bankwezen bijvoorbeeld, wat zou jij daaraan veranderen? Het eerste is die wisselkoers. Weet je, het maakt ons enorm veel zorgen. Zeker ook als je wilt sparen voor je kinderen. Je bent onzeker van krijg je geld bij de valuta terug. Wat zal de waarde zijn als je de SRD's moet sparen? Weet je, dus de koers is hetgene dat mij ontzettend veel bezighoudt. En hoe zou je dat aanpakken? Dus we hebben wel al vaker aangegeven hoe we moeten gaan produceren. We hebben nu een import-economie, dus dat moeten we gaan maken tot een export-economie. En ik zeg van, wij moeten als A20 zeker kijken naar de uitgavenzijde, kijken naar de inkomstenzijde. En als we daar al aan beginnen te werken, dan komen de middelen wel vrij dat we verder kunnen. Weet u, er is een bepaalde jacht op die valuta, omdat men geen vertrouwen meer heeft in die SRD. Weet u, als ze de winkel instappen hier in ten dagen, je valt bijna flauw. Je valt echt stijl achterover. Toch, een bouwmaterialenzaak instappen die gewoon, je valt echt wel flauw van de prijzen. En dat kan niet. Okay. Het is één kant van wat jij allemaal dus kan, maar het groter plaatje is het onderwijs. Hoe vergelijk, of wat is het verschil van toen jij echt begon en nu? In het onderwijs. Is er een verschil? Heel groot verschil. Vroeger was het, als je als leerling iets verkeerds had gedaan op school, dan kreeg je een goed pak slaag eigenlijk door je ouders. Ik ken dat. Nu, als je ook kinderen iets hebben gedaan, de studenten wat hebben gedaan, ben je eigenlijk een beetje bang om ze te waarschuwen. Want als ik ze zou waarschuwen, of ik geef ze straf van vandaag mag je buiten zitten, dan heb je de volgende dag moeder op school, vader op school. Of hoe is dat gekomen? Ja. Ik denk dat een stukje... Ik weet niet, waarde en normen misschien. Ik denk een beetje discipline, ik denk die verantwoordelijkheid. Ik heb ooit gezegd tegen iemand, ik denk dat de grootste oorzaak is dat in de tijd kinderen zijn gaan baren. Dat is ook een hele grote oorzaak, ja. Dat is ook een hele grote oorzaak. En ook daarmee vind ik dat men een beetje anders naar moet gaan kijken. Weet u, ik zeg van bepaalde dingen hebben een sneeuwbaleffect. We kunnen geen kinderen die in verwachting zijn in de schoolbanken laten, tussen kinderen die nog piepjong zijn, weet u. We willen ze wel onderwijs geven, maar dan willen ze wel graag op een avond school zetten waar je een beetje volwassener voelt, snapt u? Dus al dat soort dingen zijn een beetje gaan ontregelen in die samenleving. Als je dus de politiek instapt, je kan in principe een paar kanten op. Je kan economie of je kan het onderwijs. Waarvoor kies jij? Ik zou toch wel gaan voor het onderwijs. En daarna zou ik best wel in het commissie, weet je wat betreft de economie, zou ik best wel mijn bijdrage willen leveren. Kan ik groter gaan denken voor jou om te zeggen van A20 komt, noem het maar, in de regering of aan de macht, Omaira de nieuwe minister van Onderwijs? Onderwijs, dat zou kunnen, ja. Je zou dat wel willen? Natuurlijk zou ik dat willen. Als dat zou gebeuren, wat zou het eerste zijn wat je zou aanpakken? De regels. Ik wil de waarde en normen terugbrengen. Die discipline wil ik terugbrengen, dat is één. En de tweede wil ik gaan werken aan de standaarden van het onderwijs. Oké. Ik zeg altijd, ik hoor heel wat politici praten over ik wil, maar ik hoor niet hoe. Hoe? Oké. Kan jij me uitleggen hoe jij dat zou doen?
Heel simpel, als we kijken naar de slagingspercentages, overgangspercentages, dan merk je dat hij elk jaar een beetje aan het droppen is. En wat doet men? Is dan gaan werken aan het curriculum of men gaat de norm verlagen. En dat is niet de juiste oplossing. Wat wij moeten doen is de kinderen gaan stuwen in de richting waar ze thuis horen. Een kind dat technisch gericht is, moet dus stuwen in de technische richting. Een kind dat de landbouw in moet gaan, moet dus sturen in de landbouwrichting. Dus het moet niet zo zijn dat omdat papa een timmerman was, vindt papa dat zijn zoon ook een timmerman moet zijn. Klopt, dat moet het niet zijn. Of omdat mama ingenieur is, moet een kind ook ingenieur worden. Maar dat gebeurt veel. Ja. Waardoor we met die kinderen zitten, die kinderen blijven zitten, ze gaan niet over, want dat is niet iets voor hun. En dat moeten we gaan aanpakken. En als we dat kunnen doen, het is heel simpel te zeggen, we moeten gaan preventie hebben. We moeten voorkomen dat de kinderen drop-outs worden. Maar betekent dus dat je dus ook de ouders moet aanpakken? Dat klopt helemaal. Hoe pak je de ouders aan? We zullen toch wel gesprekken. Ik zie oma Hera als minister al komen bij zus Lena op kon buiten van ik wil. Dat klopt. We zullen de ouders moeten inlichten. We zullen heel goed moeten praten met die samenleving. Echt op de hoogte stellen van wat het plan is voor het onderwijs, wat het plan is van het kind. Het gaat het kind alleen maar ten goede komen, weet u. En als de ouders daarvan op de hoogte zijn, ze weten dat. En dan gaat het een beetje makkelijker, denk ik. Komt hij wel los. Welke kansen geef je aan A20? Op dit moment goede kansen. Ik denk dat we met verrassende uitslagen zullen komen, omdat wij een totaal andere visie hebben. Weet je, politiek voeren van jaren is intonig geworden en schelden op elkaar en beloven. Wij beloven trouwens niet te gaan merken. A20 belooft niets hoor. Nee. We beloven niet wat A20 zegt, wat A20 gaat doen. We willen produceren, we willen scholen bouwen. We beloven de mensen geen perceel. Als je gaat erger krijgen als je gewoon stemt. Dat doet A20 niet. We willen ieder zelfstandig maken. Okay. Maar waarom zou meneer Nelis, die nu zit te kijken, bijvoorbeeld op oma Hera moeten stemmen? Dan gaan we kijken als meneer Nelis kinderen heeft. Dan gaan we voor zijn kinderen feiten. We gaan kijken hoe het met meneer Nelis gaat. Hoe het betreft zijn volksgezondheid, wat betreft zijn, noem maar op, zijn sociaal leven. Dan gaat hij moeten stemmen op A20. Omdat A20 ingezet zou worden op elk gebied. En we zullen op elk gebied feiten voor die samenleving. En het geldt dan voor elke laag van die samenleving. Oké, als we dus daar blijven en dan proberen te komen in de toekomst en ik zeg over 10 jaar, waar zie je Suriname? Met A20 wel, dan zien we Suriname als een exporteconomie. Is echt ons grootste streven. Zonder A20? Zonder A20 moeten we echt het beleid even op papier gaan zetten. Zonder A20 kan ik eigenlijk niet veel zeggen, want zoals ik al aangaf, 40 jaar lang zelfde vorm van politiek voeren. Kijk, wat er is gaan gebeuren, ik zie geen verandering. Snap je? Dus zonder A20 ben ik bang dat hetzelfde weer verder zal gaan. Oké, mama. Misschien een hele kritische vraag. Ja. Vind je niet dat het te vroeg is voor een nieuwe partij om direct zoveel stemmen te krijgen, om zoveel zetels te krijgen, om regeermacht te krijgen? Nee. Weet u, we zijn jong, maar we zijn niet klein, we zijn wel jong. Maar het is ook de bedoeling dat men gaat kiezen voor iets nieuws. Toch? Ik zeg van, en als men kiest voor iets nieuws, dan gaat het heel snel. En we merken nu dat de maat van de samenleving vol is, waardoor wij heel snel zijn gegroeid. Gewoon vanwege onze oprechtheid dat we al uitstralen naar die samenleving. Oké, waar zie je oma Hera over 10 jaar? Oh, zo. Niet meer op Gijsveld. Niet meer op Gijsveld, dat is zo. Misschien ook niet meer voor de klas, maar ergens wel een bos waarbij ik toch wel mensen kan sturen in de richtingen waar ze thuis horen. Weet je, een rol waarbij ik kan motiveren, waarbij ik mensen kan duwen in de richtingen waar ze thuis horen. Dat is mijn passie. Denk je dat de politiek blijft? Of dat je zegt, A20 haalt het niet, 2020, ik stap eruit? Nee, ik blijf erin. Je blijft in de politiek? Ik blijf in de politiek, ja. Oké. Okay. Stel A20 komt niet, ja? Wat voor rol zie je dan voor jezelf? Dan nog steeds werken. Dan moet ik dus zeggen dat we over 5 jaar... Maar dan bedoel ik in de politiek, hè? Ja. Dus werken naar 2025. 2025, ja. Mm-hmm. Dan blijf natuurlijk wel in dezelfde rol, hoor. Blijf op het economisch gebied, blijf op het onderwijsgebied. Maar dan gaan we werken, heel hard werken. Onszelf profileren, dat de samenleving echt gaat zien wat wij willen doen. En dan gaan we echt wel werken op... cijfermatig wezen, we gaan echt wel aangeven, planmatig werken en de samenleving echt wel scholen, om het zo te zeggen, wat A20 ze wil doen in 2025. Oké, laten we naar de afronding gaan. Ja. De camera is nu voor jou. Ja. Jij moet ervoor zorgen dat oom Nelis, tante Ella, al die mensen op jou gaan stemmen. Okay. Praat tot ze. Goed. Ik wil u vragen om bewuste keuze te maken wanneer u naar de stembus gaat maandag aanstaande.
U kijkt om u heen en u merkt wel dat er enorm veel gebeurt om ons heen. U gaat voor uzelf een keuze maken van als u door wil gaan op deze wijze. Of zegt u van er moet een nieuwe wind gaan waaien. En ik kan u één garantie geven, 28 is er voor u. Om een nieuwe wind te laten waaien. Omdat we met integere mensen zullen werken. Het zijn integere leiders. Leiders met een hart op de juiste plaats. Mensen met de juiste visie voor Suriname. En ik wil u echt wel vragen, kiest u een ander soort politiek? Kiest u een technisch kabinet en stem daarom op Alternatief 2020 op 25 mei aanstaande. Mag ik, jou bedanken? Een hele mondvol. Je hebt het gehoord van Umaira Beiloud. Wat ze allemaal, tenminste waar ze allemaal vandaan komt. Wat ze allemaal heeft gedaan en wat ze wil gaan doen voor jou. Het ligt aan jou om de stem uit te brengen op haar, op A20. Wij zijn van het programma Praten Met. En we hebben het vandaag gedaan dus met Umaira. Voor een volgende aflevering verwijs ik jou naar de volgende keer. Mijn naam is Dennis Marengo. Stay safe.